Hi, allemaal bij de redactie. Mijn naam is Laason Risa. Ik ben 54 jaar. Ik ga aan jullie fantastische programma meedoen. Ik woon in Den Haag. En dit is mijn geweldige man. Romano Wijs Mirando. En dit is onze woonomgeving. Wij wonen in een huisje zonder wielen. Dit is onze flat. Hoe gezellig, hè? Ja. En ik denk, misschien zijn jullie wel nieuwsgierig geworden. Neem ik jullie lekker mee. Ga je mee naar ons huisje van binnen kijken? Doei! Hallo lieve redactie. Welkom in ons huis. In een seniorenwoning in Den Haag. Waar jullie al een klein beetje kennis mee hebben kunnen maken. En dit is ons liefdesnestje. Eerst wat jullie waarschijnlijk al zien, zijn alle liefdevolle familieleden die we eren. En dat muziek een hele grote rol speelt in beide families van ons allebei de kanten. Mijn man is violist en ook restaurateur. En mijn flamenco-achtergrond ook niet te vergeten. Dit is ook een beetje zo onze fotocollage met alle beroemdheden. Ook mijn ouders waren beroemd. Hallo Romano. Hi, daar ben je dan. Zo, ja, luister eens. Jij hebt mij opgegeven voor dit fantastische programma. Ja. Waarom denk jij dat ik een volkszangeres ben? Omdat ik vind dat jij de liedjes Hollandstalig repertoire met zoveel intentie en passie zingt. En mede door je persoonlijkheid dat ik gewoon denk dat jij toch wel van de volkszangeres genoemd mag worden. Oh, wat lief. Ja, nou, ja. We gaan het doen. We gaan het doen, lieve mensen. Ja, dit is ook een stukje flamenco voor mij. Dus mijn kleding. Ik weet dat ik al over de minuut heen zit. Ik ga er even snel doorheen. Het is natuurlijk mijn prachtige man op de viool hier. En dit ben ik ook. Ja, dan zou ik het bijna vergeten wat jullie ook heel belangrijk vonden. Dit is natuurlijk waar het allemaal gebeurt. Ook mijn hobby. Ik pimp kleertjes, ik maak kleertjes. En buiten ook het hoekje restauratie doen wij hier dus ook zingen. Met in-ears, want het is een seniorenflat. Ja, dus we hebben een klein mini-studiootje om dagelijks te goed te repeteren. Nou, dat was hem. Toedeloe. Het is toch verschrikkelijk op de vroege ochtend. Wat bent u aan het doen? Nou, het is zeker verschrikkelijk op de vroege morgen. De make-up, hè, de maquillage. Want ja, je moet toch met je tv-debuut er lekker uitkomen. Oui, de maquillage de travel, hè, travel. Want ja, jij wordt heel knap hier nou bij je making. Nou, ik ben toch jouw poppenkopje, hè? Het poppenkopje, ja. Ja, nou, er moet nog een laag op en nog een laag op. En nou had ik van die lekkere pleisters uit China besteld. Zo'n soort duct tape, dat je je rimpeltjes lekker strak kunt krijgen. Maar die heb ik natuurlijk niet. Nee, en ik heb ook geen duct tape meer, maar dat is vast niet de goeie. Nou ja, puur natuur met een beetje blurrismurrie op mijn gezicht. Oké. Dan komt het vast wel goed. Zeg, hoe voelde je het u zichzelf? Hoe ik mezelf voel is, valt best mee. Ik heb een beetje lichte plankenkoorts. En ik ben sowieso wel winnaar. We gaan er wat moois van maken, toch? Ja. Oké. Ja, ik ga het mailen gewoon. Zegt de mensen maar gedag. En tot ziens in de volgende keer. Nou, lieve allemaal. Ik ga gauw weer verder, want de tijd dringt. En ik wil natuurlijk lekker uit verf komen. Dat dan weer wel. Toedeloe. Wat ben jij allemaal aan het doen? Oh, ben je me nou aan het filmen? Ja. Oh, wat vreselijk. Nou, ze komen, hè. Ze komen. Doe even. Doe even een klein dansje erbij. I want to break free. Ja. Ja, lekker muziekje erbij. Maar het zou leuk zijn als je me even hier de pauw komt zo. Ja, maar dat gaat niet, want ik moet het filmen. Ben ik lekker mee, maar vind je niet genoeg nou zo?
leuk zo voortgang, maar... Nou, ik vind het wel leuk om te zien. Ben je moe? Is wel goed voor de conditie, hè? Ja, ja. Nou, vind ik nou wel weer genoeg. Oké. Okay. Nog. Bye. Goedemorgen bij Haute Couture La Zorisa. Oh, wat is dat? Nou, een outfit voor mijn tv-debuut. Met het rockart jasje van mijn vader. Dat heb ik speciaal uit het museum gehaald. Dat geeft een mooi effect op het beeld. Voor dit mooie evenement. Maar dat geeft hele mooie effecten op het beeld. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ik mag shinen en stralen en glitteren. Dus ja. Nou. Ik ga weer even gauw verder, want anders kom ik in tijdnood. Ik denk dat er nog wel een paar tenuutjes voorbij komen. Ik denk het niet. Oké, doei. Doei. De traantjes zijn er omdat het nu is om mij mag gaan en niet om iemand anders. Ik sta altijd in dienst voor een ander. En vooral mijn Kanja natuurlijk. Het is voor mij onbetaalbaar, dit moment. Ik ga iedereen trots maken en vooral ook jou. Ja, ik krijg er zo'n straal in mijn hoofd. Zal ik jou ooit nog zien? Voor een keer alsjeblieft. Dicht bij mij dat moment. Zoals ik jou heb gekend. Maar ik weet, jij komt nooit meer.